Welkom bij de uitbreiding van de tutorial afschuining, dus gereedschappen afschuiningen 3D in Interior CAD. Vaak komt de vraag bij ons terecht hoe dat men een kast front kan afschuinen, meestal dan ook langs de achterzijde. Vandaar deze bijvoeging bij de afschuining 3D gereedschap. Ik ga u bijvoorbeeld al even zeggen dat als u een front wil gaan afschuinen, dat u daar wellicht een andere vorm voor gaat willen creëren dan degene die ik u nu laat zien. Voor meer complexe vormen om af te schuinen of rond te frezen rond een front, daar verwijs ik u naar de tutorial gereedschappen en dan macro 3D. Maar ik ga u even een aanzet geven hoe dat u een kastfront met een schuine achterkant al kunt gaan tekenen. Ik ga daarvoor een basiskastelement neerzetten en in dat kastelement ga ik even een front toevoegen. Dus ik ga ervoor zorgen dat er op de kast effectief een front bij de indeling wordt toegevoegd over de ganse kasthoogte. In dit geval een deur met beslag links. Op het moment dat ik die kast geplaatst heb, kan ik natuurlijk ook naar de materialen gaan kijken, uiteraard. Ik verwijs daarvoor ook naar de tutorial kastelementen. Ik ga even een basiselement of een basismateriaal daaraan toevoegen, bijvoorbeeld S-vineerpaneel bijvoorbeeld. Als ik dat heb toegevoegd, dan zie ik de deur ook effectief staan. Ik ga de kast even in een rendervorm zetten, zijnde OpenGL. En als ik nu de achterwand van de achterzijde naar de voorzijde, de voorkant van dit of het frontje eigenlijk wil gaan afschuinen, dan kan ik dat ook doen met het gereedschap afschuining 3D. Ik ga daar wel voor de 3D-details even aanzetten, want anders zie ik uiteraard de afschuining niet. Wat ik nu ga doen, ik moet natuurlijk vanuit het plaatzicht kunnen afschuinen. Zou ik dat doen vanuit de voorzijde van de kast, dan ga ik een verkeerde afschuining krijgen. Het is te zeggen naar de verkeerde richting toe. Ik ga hier even een afschuining overplaatsen en u ziet, hij gaat de afschuining van voor naar achter toe plaatsen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. U zou natuurlijk in het bovenzicht kunnen gaan staan en die afschuining gewoon tweemaal roteren en op de achterzijde plakken. Maar wat ik nu even ga doen, ik ga dit even herstellen. En ik ga nu eerst de kast zo roteren, ik kan daarvoor de tweede werkoptie in de methodebalk bovenaan selecteren, dat ik zelf het rotatiepunt kan kiezen. Ik heb nu op dit hoekpunt van de kast geklikt, zodat ik nu effectief ook kan draaien rond dat hoekpunt. Zoals u ziet kan ik hem nu zo positioneren dat ik de achterzijde van die frontkant ook nog kan zien. Op dat moment kan ik naar het gereedschap afschuining 3D gaan en dan de achterzijde van de frontplaat selecteren en daar een afschuining overtrekken. Zoals u nu kunt zien, wordt de afschuining van achter naar voren geplaatst. Vaak is dit al voldoende, zeker als het gaat over een basisvoorstelling van kastelementen die u wilt toevoegen. Maar op het moment dat u zegt van kijk, ik wil eerst een horizontaal stukje en dan een stukje enkel en alleen maar afschuinen, daarvoor ga ik u doorverwijzen, zoals ik in het begin van het filmpje heb gezegd, naar de tutorial van gereedschappen macro 3D, waarin dat we met symboolvormen onze eigen bolfrezingen en dergelijke kunnen aanzetten.